Like de video alleen als jij niet bang bent. Dit is water. Oké, ik heb geen idee wat ik ga doen. Maar we moeten bouwen voordat de creepypasta's er zijn. Oh nee, nee, laat me wat rust. Oh man. Oh, daar verderop staan er ook twee, maar die staan stil. Even kijken. Wow, ze zijn allemaal daar. En dat is een gigantisch bouwwerk. Maar omdat ze nu allemaal de focus daarop hebben liggen, ga ik snel verder. Ik ga een huis maken van water. Best wel handig, want als je dan wat wilt drinken, dan drink je gewoon de muur. Eigenlijk niet echt handig. Maar ik vraag me dus af of creepypasta's hier doorheen kunnen komen. Oké, we gaan het zo meteen checken. Eerst nog even afmaken. Zo, de eerste rand is af. Maar omdat ik zo'n gevoel heb dat water niet genoeg gaat verdedigen, ga ik voor de zekerheid er een muurtje naast maken van gewoon steen. Elke 1 minuut komt er een nieuwe creepypasta aan. Dat kan iedereen zijn. Huggy Wuggy, Jenna. Oké, we zijn er nu echt bijna. Dit is een van de laatste muurtjes die ik moet hebben. Oh nee. Volgens mij komen er zombies aan. Oké, kom op, snel. Dit is het laatste gedeelte. Oh, daar verderop zijn de zombies. Oké, zo snel als ik kan, zo snel als ik kan. Ik kan er dus wel doorheen lopen. Maar ja, ik kan zwemmen. Maar we omcirkelen dit met allemaal spikes. Oké, de zombies die zijn trouwens inmiddels al weg. Dus ik heb even extra de tijd om meer van dit soort dingen hier te plaatsen. Oh, dit gaat echt super, super snel. Oké, perfect. Het begint er al best wel op te lijken. Laten we hier nog een laagje met sneeuw opzetten. Dan krijgen ze koude voeten en willen ze weg. Ja, of ze trekken gewoon slof aan. Dat kan ook. Oké, heel snel, 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 snel. We hebben een soort van ijsbunkers. Best wel cool. Oh nee, ik zie daar verderop er wat aankomen. Oké, wacht. Ik wil het gewoon niet zien. Oké, ze zijn er bijna. Ik ga gewoon hier staan. Ben ik hier veilig? Oh, oh my gosh, dat is zo creepy. Nee, oh, er is eentje binnen. Nee, ah, wat zou het kunnen zijn waardoor dat lukte? Ik denk dat ik het al zie. De muren zijn niet hoog genoeg. Oh. Oké, weet je wat? Dan doen we nog een laag zand. Dit is drijfzand. Dus je kan je misschien wel voorstellen dat dat heel goed gaat helpen. Want al bereiken ze deze laag, dan zakken ze er tot en met hun knieën in. Maar nu het dak. Dit zijn allemaal ruimtespullen. Dus dit is een super hard materiaal. Ja, laten we dit voor het dak gebruiken. Je hebt ook echt maar 1 minuut, hè. Stel voor, je zou in het echt een huis moeten bouwen. En je hebt daar maar 1 minuut de tijd voor. Hoe mega oneerlijk is dat? Oh, er zijn er allemaal zombies gespand. Oké, snel, snel. Oké, de zombies zijn er. Terwijl ik nog aan het doorbouwen ben. Ik ben bijna klaar met mijn dak. En de zombies die staan er gewoon voor. Ik denk dat het ons is gelukt. We hebben eindelijk een huis wat echt 100% verdedigd is. Laten we hier een stoel neerzetten. Met een bureau, een bed, met een tv. En dan hier een laptop. En natuurlijk onze spanplek. Kijk, dit is top. Het enige wat er ontbreekt, dat is een hele mooie deur. En dit is een speciale deur, want hier kan alleen de eigenaar van het huis in. Geef een cijfer voor dit huis in de reacties. Want we gaan er nu achter komen of die echt 100% veilig is. Want we gaan letterlijk op ons bed zitten. En we wachten af. Oh nee, dat is het engste monster tot nu toe. En het komt letterlijk deze kant op. Oké, moment van de waarheid. Stel voor, wij zitten op ons bed. Wacht, ik heb een idee. Ik ga gewoon een aantal ramen maken. Hier nog een raampje. En hier. Oh my gosh. Het is gelukt. Kijk maar, we zitten veilig binnen. Terwijl hun waarschijnlijk... Oh! Ja, ze staan allemaal voor de deur. We hebben het veiligste huis ever gemaakt. Deze leraar is aan het slapen. Wow, wat is dit allemaal? Wil je een andere speler vangen? Dat klinkt best wel grappig. Want kijk, er staat hier een speler. Dus als het goed is... Ik heb letterlijk een speler gevangen. Dat is zo leuk. Maar wacht even. Is dit niet het spel waarbij er iemand achter ons aan zit? Dit is Mr. Nightmare. Het is een nachtmerrie. Alleen vind ik het... Ik liep de verkeerde kant op. Alleen vind ik het dus nu nog spannender. Omdat ik weet dat we spelers kunnen vangen. Oh my gosh, hij is zo creepy. En we spelen trouwens een speciale modus. Namelijk de zombie modus. Daarom is die groen. Ik haal dit er even bij. Kijk, nu zijn we een stuk sneller. Ik wil niet weten wat we zouden moeten bouwen om daarvan af te komen. Oké, we hebben de speed coil. Dus we zijn in ieder geval vele malen sneller. Oh my gosh, dit is zo lastig nu al. Oké, we moeten deze dozen pakken. En die moeten we hier op elkaar stapelen. Ik heb deze obby dus al een keer eerder gespeeld. Maar nog nooit de zombie modus ervan. Kijk, nu kunnen we... Via hier naar boven. Pakken we de speedcoil erbij. Maar laat in de reacties weten. Als ik de volgende keer weer moet bouwen om te overleven. Wat is dan hetgeen wat ik moet bouwen? Met welk materiaal moet ik beginnen? Met diamant of juist met goud? Ik weet het niet zeker. Maar volgens mij heeft deze enge zombie leraar nog een aantal handlangers. Waarom vertrouw ik dit niet? Oh. Daarom. Wacht, ben je serieus? We kunnen een pogo stick halen? Geen idee waarvoor, maar... Oh, oké. Oh. Laat maar. Nee, soms in een obby moet je het ook niet moeilijker maken dan wat al is. En gewoon springen. Oké, daar gaan we. Via deze ladder naar boven toe. Waarom zitten we in een riool? Oh nee. Oké, ik heb zo'n gevoel dat we heel goed moeten oppassen hier. Wat hoor ik nou? Oh, wat is dat? Oké, dat is denk ik de stagiair die ook meehelpt in de klas. Wegwezen. Hier naar rechts toe. Zou ik er overheen kunnen springen? Oh, waarom wil ik dat proberen? Oké. Huh. Het kan. Huh. Oh, dat is zo eng. Huh. Dit is echt zoiets wat 3 keer goed gaat en dan de 4e keer... Fout. Wacht eens even. Wat is dit? Wil je een auto kopen? Ik ga toch geen auto kopen? Ja, natuurlijk wil ik dat. Oké, dus wacht even. Als het goed is, kunnen we dus nu in een auto rijden. Maar wat ik dan niet helemaal begrijp is, moeten we dan alsnog voor hem uitkijken? Of kunnen we gewoon over hem heen rijden? Laten we dat proberen. Huh.
We hebben nu letterlijk een manier gevonden om niet af te kunnen gaan. Vals spelen, Job. Zo heet die manier. Oké, weet je wat? Laten we dat houden bij onze speedcoil. Ik vind dat eigenlijk al erg genoeg. Ik hou echt niet van Dolhoven. Ik kan niet de enige zijn, toch? Oké, we zitten hier goed. Oké, perfect. En dan gaan we via deze trap helemaal naar boven toe. Is dit een spel waar we ook nog een eindbaas gaan krijgen of dat niet? Oh nee. Oké, deze mogen we niet aanraken. Want als dat wel gebeurt... Dat... Precies dat. Oké, geen probleem. We springen er gewoon overheen alsof er niks aan de hand is. En dan vallen we hier naar beneden toe. De gymzaal. Oh nee. Daar is hij en daar is hij. Oké, weet je, we gaan weg. We moeten dus 3 knoppen vinden. Dat moet op zich wel te doen zijn. Oh, ik denk dat de eerste knop hierboven is. Perfect. Dan knop nummer 2. Die zal wel... Ah, hier. Perfect. En dan als laatste knop nummer 3. Die zal hier wel in de hoek zitten, denk ik. Ja, perfect. Oké. Dus nu hebben we ergens... Ik pak de auto erbij. Want ik wil kijken of die andere dude mij wel kan aanvallen. Oké, deze dus niet. Oh. Oh my gosh. Ook die kan mij niet aanvallen. Dat is zo cool. Hier zijn we mega, mega snel. En moeten we dus proberen om zo snel mogelijk aan de overkant te komen. Ik hou niet van lasers. Ze zijn zo rood en laserig. Springen. Hier ook nog even springen. En dan zijn we er alweer. Het is best wel lang geleden dat ik deze obby voor de laatste keer heb gespeeld. Oeh, dat is een gevaarlijke brug. Oh, een speler is hier net afgegaan. Oh, dat meen je niet. Oh, dat meen je niet. Wegwezen. Laat me met rust. Kom op nou, wegwezen jij. Gewoon blijven rennen en niet achterom kijken. Wat een soort van onmogelijk is. Want dat doen we automatisch al. 3, 2, 1. Kom op. Let's go. En nu gaan we de schoolbus in. Volgens mij is het gelukt. Oh, schoolbus. Schoolbus. Oké, de schoolbus gaat weg zonder ons, maar het is gelukt. Oké, dit spel is een beetje random, want elke keer dat we klikken, krijgen we er 1 Robux bij. Wat is dit? Job, je bent 5 seconden in het spel en je spendeert nu al Robux. Het spijt me. Oh my gosh, moet je kijken wat we hebben gedaan. Oké, we hebben zojuist onze Robux-toren best wel hoog gemaakt. Maar het geldt nog steeds. Elke keer dat we klikken, krijgen we er 1 Robux bij. En dat kun je ook zien, kijk maar. Ik ben nu aan het klikken en er komen letterlijk Robux uit mijn zak op deze toren. En als ik dat vaak genoeg doe, dan wordt het een verdieping. En zo moeten we proberen zo hoog mogelijk te komen. Dus we zijn nog steeds bezig met bouwen. Alleen deze keer niet voor creepypasta's. Oké, we gaan naar beneden toe. Oh my gosh, dit is echt bizar. Maar wacht eens even. Ah, we kunnen upgraden. Laten we upgraden naar hout. Kijk, nu is onze toren van hout. Laten we upgraden naar steen. Kijk, nu is onze toren van steen. We kunnen onze toren ook van kristal maken. Oké, ik wil zien hoe dat eruit ziet. Oh my gosh, dat is zo gaaf. En er staat dus een balk in beeld die aangeeft hoe hoog we zijn. We gaan nu al richting de ruimte. Maar als we willen winnen, moeten we nog veel hoger zitten. Dus ik klik er snel op los. Oeh, wacht, we hebben ook 2 pads erbij gekregen. En als we dan klikken... Het gaat nu veel sneller. Elke keer dat we klikken, krijgen we er een verdieping bij. En je kunt ook rechts midden in beeld zien aan de balk... dat we de speler die net op eerste plek stond gaan inhalen. Kijk maar, dat is die toren tegenover ons nu. Oh my gosh, we spelen 2 minuten en we zijn de beste valsspeler. We zijn de beste valsspeler. Want laten we eerlijk zijn, dit hebben we niet op de juiste manier gedaan. Oké, dat daar is de maan. En daar zijn we al goed naar op weg. Oh, we zijn bijna bij de ruimte, staat er op de balk. Ik ben zo snel aan het klikken, ik heb echt last van mijn vinger. We hebben al meer dan 1000 verdiepingen. Oh my gosh, we zijn op zijn hoogst. We kunnen niet hoger dan dit. En als we dan naar beneden springen. Oh my gosh. Dan zie je pas echt hoe hoog we zitten. Maar wat moet ik de volgende keer bouwen? Om de creepypasta's weg te houden. Want dit was moeilijk. Abonneer voor meer en adios.